En dan geef ik nu het woord aan mevrouw Vermuy van de PvdA. Ik ga iedere week met het fietsvoetverkeer vanuit Breskes naar Vlissingen om daar de trein vervolgens te pakken naar Den Haag. Een reis van 3 uur van haar voordeur in Schoondijken, waar Joyce Vermuy woont, tot in de Tweede Kamer waar ze werkt. Zo, dan zijn we bij mijn zetel. Dit is mijn vaste plek hier in de plenaire zaal. Een Kamerlid verdient meer dan een ton. Dat is een lekker salaris, zullen veel mensen denken. En mensen die nog een stapje verder gaan, die zeggen zakkenvullers. Bent u een zakkenvuller? Ik ben geen zakkenvuller. En ik zal zeker ook niet zeggen dat wij het slecht hebben als Kamerleden. Maar wij werken er hard voor. Hoeveel uur maakt u in een werkweek? Ik denk dat ik wel zo'n 60 uur iedere week toch wel haal.